Het gevoel van pijn en leed kennen we allemaal. De dichter Bartolt Brokkes wist in 1712 in zijn meesterlijke tekst over het lijdensverhaal dit herkenbare gevoel zo mooi uit te drukken dat vele beroemde componisten zijn tekst op muziek gingen zetten. Zo ontstonden de Brokkes-passies, zoals bijvoorbeeld die van Telemann die u hier nu van ons hoort. Reinhard Keiser werd als eerste getroffen door deze tekst en zette als gevierd operacomponist de nieuwe trend om dit menselijk lijden heel direct en aangrijpend in muziek om te zetten. Het werd misschien wel de mooiste passiemuziek van voor Bach. Met onze 8 zangers en 13 instrumentalisten vormen wij het ideale ensemble, dat net als bij de eerste uitvoering in 1712 bij Brokkes thuis, samen met u als publiek deze bijzondere ervaring mag beleven.